Gods werk en woord zijn bedoeld. Verandering in je gezindheid te brengen. Zijn doel is niet alleen om je enkel te laten begrijpen of het alleen maar te herkennen. Het is niet genoeg en dat is niet alles. Als je in staat bent om te ontvangen, is Gods woord gemakkelijk te begrijpen. Want het meeste is geschreven in de taal van de mens. Wat God wil dat je weet en doet, is iets dat een normaal mens zou moeten kunnen begrijpen. De mens moet allerlei soorten ervaren in Gods woord. Ze moeten zoeken en meer in detail verkennen. Ze moeten niet wachten en nemen wat er is gegeven, want dan zullen ze niets anders zijn dan profiteurs. Als zij de waarheid van Gods woord kennen en niet beoefenen, dan houden ze er niet van en worden uiteindelijk geëlimineerd. Wat God nu zegt is heel duidelijk, het is transparant en helder. God zegt zoveel dingen waar mensen niet aan gedacht hebben. Hij onthult veel omstandigheden die een mens kan hebben. Gods woorden zijn allesomvattend. Ze zijn zo duidelijk als het licht van de volle maan. De mens kan veel problemen zien. Wat ze moeten proberen te bereiken is om zijn woord in praktijk te brengen. Dat is wat een mens echt ontbreekt. De mens moet allerlei soorten waarheden ervaren in Gods woord. Ze moeten zoeken en meer in detail verkennen. Ze moeten niet wachten en nemen wat er is gegeven, want dan zullen ze niets anders zijn dan klaplopers. Als zij de waarheid van Gods woord kennen en niet beoefenen, dan houden ze er niet van en worden uiteindelijk geëlimineerd.